U in de wijk Leidsche Rijn maakt wijktelevisie over Leidsche Rijn en Vleuten-De Meeren. Bewoners doen wekelijks verslag van de ontwikkelingen, gebeurtenissen, bijzondere mensen en organisaties in de wijk. Nieuws van binnenuit, klein nieuws, ander nieuws, goed nieuws. Samen met de andere vrijwilligers bedenk je de onderwerpen waar we aandacht aan besteden. Dat hoop ik niet hoor. Vandaag een hangplek voor ouderen, of vanmorgen. Ja, dat is eigenlijk wel grappig. We waren bij die mevrouw voor Bakkie Leidsche Rijn. En die doet ook weer mee. Ze gaan een toneelstuk maken voor ouderen. Waar ouderen van alles vertellen, gaan doen en dat wordt 8 keer uitgezonden. En die mevrouw die zit daar toevallig ook weer in. Dus die ontmoeten we waarschijnlijk morgen ook weer. Ja. Dus benieuwd wat dat gaat worden. Wie zijn jullie? Nou, wij zijn allemaal verslaggevers van U in de Wijk, de wijktelevisie voor Leidsche Rijn. We zijn ook buurtbewoners natuurlijk. We komen allemaal uit Leidsche Rijn en een beetje uit deze buurt. En, ik ben Remy en ik probeer hele leuke programma's te maken voor U in de Wijk Leidsche Rijn. En dat slaagt volgens mij. Waarom is het leuk om interviews te doen? Nou, je verdiep je allereerst in een onderwerp. Dan ga je eens even spitten. Je wilt toch wel wat beslagen ten ijs komen. Dus je gaat je alles aan verdiepen in materie. En je netwerk wordt een heel stuk groter. Je leert zoveel mensen kennen. Je leert zoveel zaken van wat er in Leidsche Rijn afspeelt. Dat is echt onvoorstelbaar. En heel leuk om te doen. Broes, gefeliciteerd. Je eerste interview. Wat vond je ervan? Ja, dankjewel. Ik vond het best wel spannend. Maar ik merkte ook wel dat het uiteindelijk wel allemaal goed kwam. En ik heb volgens mij wel goede vragen gesteld. Leuke antwoorden ook van de mensen. Heb je al nieuwe onderwerpen in je hoofd voor U in de Wijk Leidsche Rijn? Ik weet dat ik op 20 mei ga ik naar het Food Truck Festival in het Maxima Park. Maar of er binnenkort nog iets komt, dat weet ik nog even niet. Succes. Dankjewel. Kom je uit omgeving Leidsche Rijn, Vleuten-De Meeren of Haar Zuilen? En lijkt het je nou ook leuk om verslag te doen van de dingen die jij van belang vindt? Wil je Leidsche Rijn beter leren kennen en je nieuwsgierigheid de ruimte geven? Wij begeleiden je om een goede verslaggever te worden. Wil je meedoen? Stuur dan een mail naar leidsche-rijn@uindewijk.nl of ga naar onze Facebookpagina facebook.com/uindewijkleidscherijn of Twitter @uindewijklr.